Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Avatar Lock Randomizer met Sander van Gaming SB. Ja. Hallo. Echt een koeie, denk dat ik geen set moves kan doen. Nee, dat kan jij niet. Nou, dat klopt ook wel, want ik heb geen normal, goede normal type, maar... Oh, een Growlithe! Ja, die mag ik niet vangen of zo, maar... Oh, dit is waarschijnlijk gewoon niet gerandomized, nevermind. Nee, normaal kan je daar ook Growlithe vangen, namelijk. Ja, oké. Okay. Ja, doe maar Sea Power, kom op! Beetje tempo erin, meneer. Ik snap het, je bent champion, je bent een beetje... Je hebt van die capsones, maar... ja, je mag wel iets... meer tempo erin. Ik ben niet compleet in de bio. Niet? Oh... Nee, wel gewoon nog goed 80%, maar niet compleet, zeg maar. Dat is wel een verschil, vind ik. Oké, ja, dat is zeker het verschil. Ik dacht toch zeker 96%. Nou ja, die heb ik dus sowieso ook wel. Alleen jij, ik heb 11 meer. Ik kwam een coole Pokémon tegen die jij sowieso had gewild. Nou. Een Walrein. Oeh, ja, die heb ik gewild. Ja, nu ik weet dat de Dream Ball niet een one-hit catch is, is het nog vervelender. Ja. Yep. Want ik dacht dus, ja, ik heb een Curum, yay! Maar nee, ik heb geen Curum, nee! Nee. Wordt het nu. Dus dat is dan alleen bij een Parkbal en bij een Masterbal dat hij... Oh, een Heatran! Die Trevenant zoeken hoor, even gauw. Sorry dat ik nog verder achter ga lopen, maar... Ja. Dat is toch hoe elke avatar lock gaat. Ja, lach er maar om. Oeh, een air balloon. Oeh, een Latios. Nou, doe even momento, Latios. Doe een momento. Oh, gaat hij protecten? Oh, shit. Dragon Dance, gast. Ik weet überhaupt niet of Bug eigenlijk super effective is op Psychic, maar ik dacht het wel altijd om een of andere reden. Waarschijnlijk omdat het zo is. Ja. Oh, hij gaat callen voor help. Oh, help didn't appear. Ook goed. We hebben nog steeds geen trainer gevochten die een shiny had, hè? Terwijl het wel kan. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Het is niet te geloven, maar het is zo, zeggen ze dan. Ja, precies, mijn jong. Ja, Pais, ja. Level 16 alweer. Ik ga echt hard qua die levels. Hoe hoog level ben jij eigenlijk? Ben ik erg te hoog? Nee, volgens mij niet. Volgens mij ben je een beetje hetzelfde als ik. Ik zal zo even kijken als ik klaar ben. Ik ben... heb 4 level 15 Pokémon, 2 level 16. Ik heb 3 level 16 Pokémon, 1 level 17 en 1 level 14. Nou. Ah. Revenant, let's go. Ik wil je vangen. Oké, level 8. Dus die kan ook nog eens één Furry Cutter meer tekenen waarschijnlijk. Nee, geen crit. Oh. Deed wel veel. Oké, zo'n Great Ball zal het gaan zitten? Ik heb geen idee. Dat gaan we zien in de volgende aflevering. Nee, had ik jullie even mooi te pakken. Een zieke cliffhanger. 3. Oh ja. Ik dacht eventjes, hij blijft lang stil. Hij gaat eruit, maar... Ik was te vroeg met... Oeh, ik moet er gehouden opeens. What the fuck? Ah, dan moet ik zo meteen weer tegen die Charizard. Oh jee. Die Mega Charizard. Ja hoor, dat komt. Oh, hij houdt zijn shit. Ja, hij houdt zijn starten. Ja, dat is op zich ook wel logisch. Die regel doen we altijd. Heb ik een rockaanval? Je hebt toch die ene boom in Avatar? Die. Ja, die heeft waarschijnlijk gewoon geen naam, maar die. Nee, is die ook een soort van ghost type. Ik weet welke je bedoelt. Mm-hmm. Alleen. Die heb ik niet echt een naam. Oké. Wat is een goede naam? Waarom ben ik zo slecht met naam altijd? Wat is een goede naam voor een boom?
Ja, dat is een goeie. Ik weet het niet. Ik kan hem... Huisje beestje noemen. Alleen dat past denk ik niet. Noem hem Sudoede. Oh ja, waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Die vind ik wel leuker. Sudo. Oh, wacht. Dit kunnen we beter. Wacht. Oh, waarom heb je geen... Oh, je hebt hier geen... Caps lock, zeg maar. Zo, ik heb Woed nu in hoofdletters. Add to party, sowieso. Ja, voor wie? Voor om... Ik denk als dat het eigenlijk helemaal niet handig is om in mijn party te doen. Maar het is wel een dark type en die heb ik al niet. Dat zijn keuzes. Ik zend hem eerst wel toe op box. Dus ja. Ik heb geen fight aanval of zo. Oh ja. Sokaleo heeft een fight aanval. Oké, route 2. Ik ga eens even kijken wat hier nog zit. Misschien zit hier nog iets leuks, joh. Electabuzz. Oh, hier heb ik dus al wezen kijken. Ah. Maar ik bedoel, dat wist ik. Ik zat jullie te testen, kijkers. Maar je hebt nu in ieder geval wel je Trevenant. Ja, dat is waar. Teddy Ursa. Wat? Nou ja, Ursaring is wel goed. Ja, maar ik moet tegen een Teddy Ursa. Ah. Zeg maar... Ik zou erover nadenken als ik hem zou mogen vangen. Kijk nou dat Trevenant een dark type was er net. Nee, het is ghost. Ik bedoelde ook ghost. Huge power! Niet. Ja, maar ja. Trevenant is wel volgens mij een special attacker, of niet? Oh. Dat weet ik niet, dan moet je even naar zijn aanvallen en zijn stats 24, special attack 16. Dus dan... Gewone attack, ja, dat is gunstig. Ja, dat is gunstig. En wat zijn ze aanvallen? Heeft die Woed hebben? Astonish, Tackle, Confuse Ray en Growth. Oké, nou op dit moment... kun je in deze game toch al praten met zo'n gassie, redelijk vroeg, voor de moves. Dat weet ik eigenlijk niet. Zou best kunnen hoor. Ah, nee, dat kan niet. Dat is dan in Sun and Moon, nee. Sword and Shield. Ja. Dan ben ik weer in de war. Nou, hou, flikker rip. Dankjewel. Ja, hou. Denk erom. Bij mij staat hou nog in het Pokécenter. Waarschijnlijk loop ik weer heel ver achter. Ik zal nu eventjes niet achterlopen. Als je dat goed vindt. Dat vind ik zeker goed. Oké. Daar is zo'n man. Zo'n... Oeh, Magneton, die mag ik wel vangen. Oeh, hier is een encounter. Dat is eigenlijk al static. Niet dat uit, maar voor ons... Hallucha, die mag jij vangen. En de Flying Tribe. Oh, een Hallucha zou wel echt top zijn voor mijn team. Voor mijn team ook wel. Hallucha of Como, die zouden zijn allebei welkom. Ja, snap ik. Wacht, Rock is natuurlijk super effective. Oh nee, Rock is niet super effective. Want hij is fighting. Dus dan moet ik toch Electro Ball gaan doen. Oh, Magneton called for help. Wauw. Wat een lul. Oh, er komt gelukkig niks. Oh. Wat een minder lul. Betekent dat ik een Great Ball kan gooien. Oh ja, je kunt natuurlijk helemaal geen ding gooien als je... Als er twee Pokémon's op het veld staan, ja. Maar er was toch ook zo'n strat met vangen, of was... Ja. Oh nee, ja. Dat was voor Shiny Hunter, denk ik. Ja, voor Shiny Hunter. Met die SOS. Yep. Judo Woodo is een level omhoog. Ik snap hem. Nou, ik ook. Gelukkig. Zou ook niet best zijn als ik hem niet snapte, trouwens. Ja. Yeah. Oké, deze gast wil echt niet vechten? Oké, dat scheelt weer. Oh, daar is wel een
trainer die wil vechten, maar ik loop boven, dus... Nou, ik loop wel even naar beneden. Hé, hey, jij ook hier. Wil je vechten? Ja, dat dacht ik al. Ik moet tegen Mike met zijn Hariyama. Oké. Okay. Oh, die kan mij niet hitten. Natuurlijk, want ik ben ghost. Hey, jij bent heel geestig. Dat sowieso. Maar dat hoor ik ook elke dag. Dus ja, dat is niet echt nieuw voor mij. Oh, gaat die sand attacken van Lullo? Ik ben nu al klaar met hem. Wat een bitch. Astonish doet wel echt te weinig. Weet je wat? Nee, wat weet ik? Ik ga naar Staravia! Goed zo. Dat moet ik altijd doen als Staravia eruit komt. Staravia! Ik dacht dat ik teleport had, maar blijkbaar niet. Oh, Solrock had teleport, maar die heb ik net weggedaan. Hoezo dat? You don't like a Solrock? Nou, misschien als er een keer een Pokémon doodgaat. Maar nu even niet. Zo, nou Solrock, je bent keihard de tweede keus. Ik zou me niet eens laten vangen door deze man. Wat dat dan al? Jongen. Lichtpuntje is ook weer zo'n leveltje omhoog. Altijd het lichtpuntje, dat leveltje omhoog. Ja. Dat is zeker een lichtpuntje in jouw team. Ja, zeker. Maar je niet voor niets voor het lichtpuntje natuurlijk, hè. Ja. Ja. Nee, ja, dat dacht ik al. Ik hoop dat ik straks ergens de Mawile vind. Oh. Maar het zit toch niet eens in deze game? Daar was toch iedereen juist zo boos over? Jawel, Mega zit wel in deze game. Alleen, Alleen nieuwe, dan waren ze daar zo boos over. Ja, en volgens mij is ook het probleem dat je volgens mij pas na de zevende trial kan doen of zo. Oh ja. Je weet trouwens dat er in deze game 8 trials zijn in plaats van 7. Nou, ik dacht dus dat er 8 trials waren, dus... Oh nee, wacht, er zijn 7 gewone trials volgens mij. Nee, er zijn 8 trials. Er zijn 8 trials. Nee, in gewone Sun and Moon zitten 7 trials. Oh, oké. Okay. Ik heb niet opgelet, maar Rotom deed net ineens raar. Ja, je krijgt nu extra XP voor de eerste paar Pokémon's die je verslaat. Oh. Jij bent nu in het bloemenveld, denk ik, of niet? Ja. Ja, dan ben je wel... Ja, dan ben je echt dicht bij mij al, dus... Oh, dat is mooi. Ik kom tegen zo'n Dragalge. Dragalge, ja. Ja. Dat. Die is water, die mag je vangen. Color change. Of nee, hij is niet water, of wel? Jawel, ik weet het niet meer. Poison water, lijkt me. Ah, poison mag je ook, dus ja. Ja. Maar hij is color change, dus ik ga gewoon voor nog zo'n Astonish. Want nu is dat super effective, dus... Dat killt. Dat is mooi, en dan krijgt mijn pseudo Wood. Oh, weer wat XP. Ja, het is fantastisch. Snap je hem? Woed van... Ja, hout, ja. Van bomen, zeg maar. Jij bent echt een rare jongen. Oeh, een ground gem. Ja, je moet toch iets, hè? Toch iets. Ja, dat zou je het ook kunnen noemen. Oeh, die pile. Oeh, nog zo'n Pokémannetje. Oh, oeh, deze mag ook. Oeh, ik kom een Shaymin tegen. Is deze moeilijk te vangen? Het is wel een fossil Pokémon. Amora? Amora, ja. Ja, die kan pittig zijn om het vangen, maar moet je wel lukken als je Great Balls hebt. Oké, ik doe zo'n Astonish. Dat doet niet zoveel damage. Alhoewel, ik heb een Thunderstone. En een Deep Sea Scale. En nog een Thunderstone, wat? Lekker bezig. Divebomb, Dreamwall. Oh, een Porygon 2, of een Porygon Z, die mag ik vangen. Ik ga voor de Dreamwall, gewoon... Het is mijn droom om deze Aumora te vangen, dus... Nou. Je kan het. Dat vond hij niet leuk. Shit, doe ik het weer. Weet je, we doen wel gewoon zo'n Great Balltje dan.
Oh, ik heb trouwens hypnosis. Waarom gebruik ik dat niet met vangen? Dat weet ik niet waarom jij dat niet gebruikt met vangen. Omdat hij maar 70% accuracy heeft. 60 maar. 60? Ja, fair enough. Porygon Z called for help. Wauw, dat je zo... Oh, bent. Alsof een Porygon Z niet al een laatste evolutie is of zo. Ja, precies. Gelukkig kwam er niemand. Dat een... Ik vind wel... Nu vaak gebeuren eigenlijk. Is dat door de randomizer dat dan bukt of zo? Of nee. Wordt dat aan te kunnen? Oh ja, nee, dat ligt er een beetje aan welke Pokémon het is. Of je vaak een Pokémon erbij krijgt. Maar ik heb Porygon Z gevangen, dus... Ja, nice. Nou, ik ga nu Amora vangen. Ik kan ook nog zo'n Leechy, dan wordt hij wel minder HP, maar... Dan zet je er ook alweer een timer op. En ik heb hem gewoon, dus dat hoeft ook helemaal niet. Nee, dat klopt. Ik ga hem noemen naar IJskoud. Nielson, het is IJskoud. Ja. Waarvoor? Nou, ik bedoel eigenlijk de Swine op mijn Pokémon Shuffle Lock. Maar dat kon jij nog niet weten, dus... Nee. Maar die had ik ook genoemd IJskoud door Nielson, dus... Ah, ik snap hem. Ik had hem ook bijna Nielson genoemd en dacht ik, nee. Noem toch IJskoud. Weet je hoe ik Porygon Z heb genoemd? Nou? Porygon Z-mon. Snap je? Ah, dat vind ik leuk, dat vind ik leuk. Add to your party, sowieso. Ik weet alleen niet wie. Ik heb zoveel goede mensjes, eigenlijk. Set no one ever tijdens een avatar log. Bruh. Ja, ik ben er dus... Misschien omelet weg. Je maar dat is wel een starter. Ja, gewoon maar doen. Anders moet ik Vice weg doen en een steel type. Gewoon doen, niks aan de hand. Kijk, lichtpuntje wil ik sowieso niet wegdoen. Steenboy is rock. Is wel ook rock inderdaad. Maar ja, dan mis je weer de bug type. Dat zijn keuzes. Ik denk, ja, omelet kan dus ook alweer handig zijn met te vangen. Ah, ik heb wel 3 grass types. Dus er moet sowieso een grass type weg. Dan ga ik toch het liefst voor de omelet. Ja, volgens mij is de volgende trial water in ieder geval. Hé, hey, ah. Token Tomorrow. Ja, maar dat maakt niet uit, hè. Want hij is randomized. Oh ja. Waar ik dat al ook al wel niet heb gezegd in randomizer. Van gelukkig is, of oh shit, en hij is ook nog deze typing en dan. Lol, dit is een totem token Tomorrow waar ik tegen moet. Alleen, omdat die sprite is dan gewoon een token Tomorrow, maar dan een totem token Tomorrow zonder de boost, zeg maar. Dus een mega grote token Tomorrow. Oh, ik wist niet eens dat het kon, joh. Ja, dit is fucking grappig. Wat is dit? Hoor, ik heb nectar gevonden. Dat is waarschijnlijk niet randomized. Nectar. Oh, een Dunsparce. Die mag ik ook, alleen die hoef ik niet. Sorry, Dunsparce. Wat een aardig. Niet zo aardig van me, maar... Hij is ook niet zo goed, dus ja. Wow, joh, wat een aardig naar Dunsparce. Hij is inderdaad niet heel goed. Wow, ik drukte op run en precies toen dacht mijn... Weet het? Precies toen dacht mijn game van ja, laat ik vastlopen. Dat lijkt me zo slim. Ik snap het al. Carbink. Oké. Mag ik die? Nee, die is Rock Fairy. Ja. Ik heb is de Ghost perfect op Fairy? Nee. Ik heb die big token Tomorrow ding based, heb ik. Vervangen ook? Ja. Yeah. Die kun je dus ook gewoon vangen, wauw. Ja. Yeah. Oh, ik kom een Cefali tegen. Is dit niet normal totdat je hem een item geeft? Ja. Maar hij heeft die ability niet, dus hij is echt useless waarschijnlijk. Ah, ja. Yeah. Waar is Nebby dan? Nee, hoe heet die bitch?
Cosmog. Die zocht ik. Maar die is in een grot linksonder gegaan. Oh, waarom mag ik deze nou weer niet vangen? Ik kom Monferno tegen. Ja, die is best cool. Oeh, die mag ik wel vangen voor de fight. Die is niet zo ijskoud. Oeh, Monferno zou ik ook zeker in mijn team doen. Die kan ik ook goed gebruiken. Ja, snap ik. Zo'n bubbeltje. Ik ga hem wel verslaan, want... Waarom niet? Omdat hij niet verslagen wil worden? Oeh. Moet ik nou ook nog rekening gaan houden met andermans gevoelens, gast? Really? Oké. Shit. Ja, is wel een beetje, zeg je wel, een beetje van wat? Ja, sorry. Nou, nee, dan moet je niet sorry tegen mij zeggen. Je moet sorry tegen de Monferno zeggen, want die is nu dood. Ja, wie moet er nou sorry tegen hem zeggen? Jij hebt zijn gevoelens gekwetst. Ik niet. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Dat zal wel weer niet zo anders. Ja, tegen moeten houden. Trevenant vindt me lief. Oh, what the fuck, heb ik deze trainer helemaal niet verslagen de vorige keer? Wauw. Die zal heeft allemaal pokels van level 5, denk ik. Oh, welke trainer? Ja, zo eentje helemaal in het begin. En mijn nektrick van level... Even kijken. Oh, kom je weer die aliens 3. Tegen? Ja, het zijn wel aliens. Oké. Sorry hoor. Ik vind ze wel cool. Ik vind ze cooler dan de Aether Foundation. De Ultra Recall Squad. Epsol. Oh, deze Epsol heeft drought. Dat maakt echt niks uit, trouwens. Behalve als je vurige aanvallen hebt, dan wel. Wat is super... Nee, wacht. Oeh, ik moet bijna tegen de eerste Kahuna. Wat, gast, doe even rustig. Zover ben ik nog helemaal niet. It's your boy Hala. Oh, hij doet pursuit. Nee. Trevenant is dood. Ik ging natuurlijk switchen, want ik denk, oh nee, ik zit met een Trevenant tegen zo'n Epsol. Dat is niet gunstig. Dus ik switchte naar mijn Bug-type, want dat is wel gunstig. Maar toen deed hij gauw pursuit. De lullo. Very sad. Nou, tot zover de huge power Trevenant. Ik ga nu tegen de... Ik ga nu tegen de Kahuna. Ja, groot gelijk. Met de Pidgeotto. Je moet toch niet tegen alle twee die gasten vechten? Hoe bedoel je? Tegen één, gelukkig. Oh, de Ultra Recon Squad. Ja, tegen één. Please teleport me. Ja, als je met Nebby praat, dan teleport hij je. Ja, hij teleport me inderdaad. Alleen, we moeten wel meteen tegenhouden, als het goed is. Oh ja, maar nu word ik geheeld. Oké, dat was ook hetgene wat ik wilde doen. Oh nee, dat ook, maar ik wilde ook naar de PC. Dus als je direct tegenhouden moet, ja, fuck. Oh, hij heeft een cute little boy bij zich. Dat vind ik cute. Wat heeft hij bij zich? Een cute little boy. Een cute little boy. Ken je die niet? Nee. Zo'n cute little boy? Nee, die bestaan niet. Kijk, cute little boy. Ah, hij zit nu toch echt in mijn facecam. Nee, dat is een gore little boy. Dit is wat jij bent. Deze is voor jou. Niet voor jullie kijkers, zeker niet voor jullie. heb je nu een Trubbish plusje voor je ding gedaan? Oh, ik wou dat ik die had. Dat is beter dan een middelvinger opsteken. Ja. Ik ga wel eerlijk met je zijn. Maar, nee. Ik heb dus mijn middelvinger opgestoken. Ja, dat had ik door. Ik heb het nu weer verraden, hè. Elke keer als ik iets leuks doe, vergaat ik het gewoon weer. Ja, zo ben jij, Sander. Doepide is neer. Nou... Heeft hij nu en een Dupide en een Araquanid? Dat zou wel grappig zijn. Volgens mij was een
starter een Araquanet. Araquanet, ja. Oh, ik heb lekker de slope ook geparalyzed. Ik neem aan dat niet level 13 is. Oh, hij gaat de Z-move doen tegen mij. Hoe durft hij? Hij doet Z-growl, wat een sukkel. Mag ik hem uitlachen als je ja, wilt? Ja, dat mag. Oh, hij doet wel full heal, dat is dan weer jammer. Oh, hè? Is zijn starter maar level 13? Ja, dat, ben ja, dat kan. Echt overleveld. Ja, dat lijkt zo hoor, want die Kahuna waar je zo meteen tegen moet, zijn hoogste Pokémon is level 16. Oh. Oh, hé, hey, een normale Venusaur. Die andere was dus inderdaad, ja. Ik wist het, dat was een Mega. Het pseudo Woodo is... Oh, wacht, die is dood. Ik snap hem. Die is kei kapot, is die. Oh, Confuse Ray is veel beter dan Supersonic. Nou, dan leer ik Confuse Ray voor Supersonic. Easy as that. Precies. Niks meer aan doen. Ik moet eventjes... Wat doet dit? Wiping of dirt? Nee, ik moet... Lukt het? Kom op, Staravia. Doe nou even zo van... Mijn status gaat weg. Ik dacht dus echt, hè, vroeger dat we... Vroeger. Ik dacht dus echt toen deze games uitkwam van... Wow, er komen nieuwe status conditions. What the fuck? Yeah. Maar nee, dat mocht weer niet baten. Ja, maar dan verander je de hele meta mee. En dat willen ze nu voortaan niet meer doen, denk ik. Nee. Dan zullen ze denk ik ook niet zo snel typings toevoegen. Nope, helaas niet. Wat ik juist jammer vind, want... Ja, want ik vond de Fairy Type Edition wel leuk, zeg maar. Ja. Ik wil eigenlijk... Wil jij zo meteen de aflevering al beëindigen? Want ik ben klaar met de kahoenen en dan kan ik naar de wc. Ik zit echt net in een trainer. Je in een trainer zit je? Eerder gezegd, dan zat ik nu niet in een battle. Man, a fee. Maar ik ben er wel niet klaar. Stop, ik sta nog steeds voorop. Ja, nu ben je gedisqualificeerd. Ik beter gewoon eventjes naar Pokesin te kunnen lopen. Nou, gedekwalificeerd. Dit is voor mij alleen maar nadeel. Want nu kan een Mythical Pokémon mij gewoon één attack doen, hè? Dus, ja, het is verschrikkelijk. Het is dat het een Manaphy is, dan ben ik er niet bang voor. Maar, is voor hetzelfde geld was het een fucking Rayquaza. Dat is geen Mythical Pokémon. Keldeo. Is dat een Mythical? Ja. Ik heb geen idee. Keldeo is een Mythical. Dus, nou, die is volgens mij wel goed. Dus, dan was ik gewoon dood geweest misschien. En Mew, en Celebi, en Jirachi, en Deoxys. Ja, en Darkrai. Ik vergat eventjes dat... Celebi is in deze game waarschijnlijk gewoon heel goed. Want in oude games is hij vooral kut omdat hij slecht aanval heeft. Ja. Maar ja, dat is in deze games niet meer zo, gelukkig. Nope. Wat is beter? Powder Snow? Powder Snow kan freezen. Maar doet wel minder damage. Icy Wind. Ja, dan doe ik het eerst wel voor Crawl anders. Zo, nou. Is je battle al bijna af? Ja, bijna. Oh, leer ik nog Metal Claw. Heel flauw. Nou, doei Scratch. Oké, ik denk dat je wel vast af kunt gaan sluiten dat ik dan vanzelf de battle uit ga. Oké. Nou, iedereen in ieder geval bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Sander te bekijken. En dan zie ik jullie graag op de volgende aflevering weer. Wou je nou beëindigen zeggen? Zo, nou. Misschien. Oké. Adios, amigos.